Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven Remus, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet op het tingelingeling te drukken op het belletje. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online is gekomen. Ik ben hier nu op Bewel aangekomen en ik moet nu heel snel mee inpakken en gaan werken. Want het zo is mensen, ik heb juist Bea afgetropt. Wacht even. Voilà. Zo laat ik op haar, dus dat er ook niemand anders aan kan. Ja, dus welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Luc de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog toe. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het ding te drukken. Als ik de 20 keer de outro, intro doe, sorry ervoor. Want ik ben vandaag zelf vergeten te vloggen. En het is al redelijk laat. Want we hebben ook op locatie naar familie gekeken en zo knol gekeken. En ook stuk tv. Bij deze. En ja, en dat heeft allemaal wat tijd gekost. En ja, weet je, ik was klein beetje de tijd uit het oog verloren, ik zal het zo zeggen. En ja, daarbij heb ik dus niet gevlogd vandaag. Nee, maar ik ga nog wel sowieso zeggen wat ik vandaag heb gedaan. Zoals ik gisteren, ik heb ventilatorjes in elkaar moeten testen en dan zo in moeten pakken, bla 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 bla. Wat ik ook dus gisteren heb gedaan. Ze hebben daar al groen. Daar haal ik dus niet meer. Ja, dus ik ga dus de ganse rit dus even vol lullen. Met deze. Haal ik het nog? Haal ik het nog? Haal ik het nog? Jawel, ik haal het nog. Maar hier is het rood. Rood. Dus ja, maar ik vind dat eigenlijk Ginder echt heel goed meevalt. Ik doe het echt daar heel graag. Eigenlijk wil ik geen andere job. Het is een rustige tempo. Ik probeer daar ook echt mijn tempo. Je moet ook wel met je gedachten er ook wel bij zijn en al. Ja, ligt me wel. Ik wil het vaker gaan doen. Morgen opnieuw. Morgen de laatste dag. En dan heb ik weer al verlof. Dan ga ik weer al wat mooie beelden gaan schieten. In de natuur of zo. Ik weet het nog niet wat ik juist exact ga doen. Ik ga eens ook de ideeënbus daar dan wel nu eens in een keer eens erbij nemen. Kijken als ik iets op een dag. Iets op een dag kan filmen. Ja, hier zit dus echt een traagrijder voor ons die niet van zijn rijvak wilt wijken. Hoho, die remde in één keer. Ik weet ook niet waarom. What the fuck? Echt waar, daar wil ik wel langs uit, mensen. Jullie horen mijn motor stijgen. Voilà. Nee, ik zit niet over mijn limiet. 120. En ik blijf 120 rijden. En daar zijn ze aan het zigzaggen. Een klein beetje. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar
blijven. Red light camera reported ahead. No need to draw attention. Let's keep this Batmobile in stealth mode. In de GPS staat. Voilà. En er zat een snelrijder achter mij. Niet één, niet twee, maar een hele kloch niet. Fuck. Ik moet ze bieden naar die rijvak. Ja, ik stress soms wel op de baan. Dat moet ik wel eerlijk toegeven, mensen. Ik stress ja, heel rap. Ik ben nu aan het wachten tot ik naar die racerop kan gaan. Tot nu toe nog altijd niet. Ja, dankjewel. Voilà. Het heeft mijn voorgelaten dan druk twee keer met mijn vier pinkers. En dan daar is voor te zeggen van dankjewel om mij toch voor te laten. Ik ben ook dus naar, niet naar Hasselt Kermis geweest, maar wel een gedeelte van Hasselt Kermis. Jullie denken van, een gedeelte? Ja. Ik ben met de auto daar eens even overheen gereden. Niet tussen de kermisattracties door. Maar daar is één baan waar je zo een gedeelte van de kermis, ja, een groot gedeelte van de kermis toch wel kan zien. En ik heb toch ook wel de GeForce zien staan. Het doet me deugd. Dat hij er ook wel bij is. Eerst dacht ik van, allee. Hij is er niet bij. Maar hij is er wel bij, echt waar. De GeForce is erbij, dankjewel. Dat je ook paraat bent op Hasselt Kermis gezien. Ik ben niet op Hasselt Kermis, maar ik maak wel reclame voor jullie. Hè? Ook voor de Kamelen Derby. Mensen, ga echt wel eens een balkje rollen bij de Kamelen Derby. Altijd prijs, altijd gewonnen hier op de september voor op Hasselt Kermis. De echte Hasselaar. Jammer genoeg dit jaar geen vuurwerk. Volgend jaar hopelijk wel. Dan ben ik er wel ook te druk bij. Met het vuurwerk. Dan ga ik ook weer al de ganse kermis in beeld brengen. Dat ga ik zeker doen. Misschien donderdag. Als ik vrij af heb dat ik het ga doen. Even concentreren op de baan. Dat ik kan oversteken. Dus ja. Ik had echt. Ja, misschien wel donderdag. Ik weet het niet. Gaan we het doen? Gaan we het niet? Ik weet het nog niet. Ik denk het wel. Ik wil er eens gewoon eens kijken. Wel met mondmasker, hè? En wel met Psycho TV t-shirt. Ja, met zijn Psycho TV t-shirt ga ik over Hasselt Kermis. We willen wat promotie maken voor Psycho TV. Ja, dan moet het dan wel. Ik ga naar Hasselt Kermis. Voilà, het staat vast. En hier zijn ze nog aan het tennissen. Met 12,5 graad. Maar ja, als je goed in beweging bent. Ja, heb je het niet koud. Nee, heb je het echt niet koud. Oh, ik ben op. Eerst werken. Dan. Ja. Zou dat niet zo'n lange vlog is? Ik wil, ja, bijvoorbeeld bij mijn werkdagen. Ik sta nu maar iets voor. Jullie moeten maar iets. Laat het hier in de reacties weten. Ik ben even aan het
kijken waar ik me neer kan zetten met mijn wagen. Oeh, die wagen staat daar nog altijd. Voilà, ik ben thuis. Oei, mijn batterij heeft nog maar 12%. Dus ik ga even dat nog aanzetten. Kijk, op mijn werkdagen, wat zeggen jullie? Trivial Pursuit terug, ja of nee? Laat het in de reacties weten. Kilometer. Oh, Jezus Maria. Hoe kon ik dat toch vergeten vandaag? Het is een deel van mijn leven geworden, het filmen. En toch vergeet ik het soms. Wat gaan we eraan doen? Dat weet ik niet. En misschien op Discord hebben jullie het hoogstwaarschijnlijk gezien. Hebben wij een nieuwkomer in onze crew. Die gaat van start vanaf 1 oktober. Mag hem mijn vlogs in elkaar gaan steken de komende 15 dagen. Dat is als proef. Waarom? Bijvoorbeeld als ik eens geen tijd meer heb om mijn vlog echt in elkaar te steken, dan kan Boef nog eens invallen. Dus daarbij. Weet je wat? Als ik mijn hoesje heb, ik dacht dat ik die hier had gestoken, ligt die nu echt boven. Ik denk dat die echt nog boven ligt. Doe me na. Mijn powerbank. Die heb ik wel bij. Dus ik kan het wel doen, mensen. Ik was echt heel zwaar even zo aan het nadenken. Jullie hebben het misschien gezien. Om toch nog wat content te hebben. Dus even kijken aan deze kant. Jawel. Voilà. Hier is mijn powerbank. Dan ben ik nog iets aan het zoeken, maar dat ligt meestal op de grond. Voilà, gevonden. Een mutsje. Maar, niet zo, maar een mutsje. Kitching. Toppie. Dan... ben ik aan het denken. Dus powerbank heb ik. Ik heb mijn hoesje. Ja. Dus dan gaan we even nog een wandeltasje maken. Dus ik ga alles klaarmaken. Tot zelfs. Kijkers, ik ben er bijna klaar voor even nog een nachtwandeling met jullie te maken. Even mijn broek goed toemaken. Je ziet. Safety first. Toppie. Ik heb ook een lichtje bij. Voilà. Die gaan we nu ook al aanzetten. En dan gaan we maar al op pad. Voilà. Een kleine wandeling nog maken. Nachtwandeling met jullie. Waarom niet? Ja? Dat horen jullie toch ook eens. Ik weet het min. Wacht, hè. Misschien kan ik het iets minder fel doen. Zo? Nee? Nee, nog niet. Ja, zo, dat is veel beter. ja, dus ik ben nu nog een kleine wandelingsknap maken. Om toch nog een goede frisse lucht te nemen. Hoe gaan we? Ik ga proberen een wandelingsknap te maken nog van een kwartier. Ja. Dat ga ik doen. Het is nog vrij goed buiten, vind ik. Maar nog altijd wel veel lawaai buiten van de auto's van de expressweg.
Dit is allemaal landgebied waar binnenkort allemaal wordt omgetoverd tot, ja, tot huizen. Dat is allemaal bouwgrond geworden. Hier allemaal bouwgrond. En ja. Wat kun je er tegen doen? Niks. Ik zie hier dat het hier ook een padje gaat komen. Want Ginder loopt ook al een pad. Zie ik naar daar toe. Dan hebben we ook een wachtbekken bij ons, dus in onze buurt. Dat geeft me altijd ook wel een gerust gevoel. Maar toch wil ik toch gaan verhuizen. Dus daar kunnen ze niet meer op terugschroeven. Ik wil verhuizen. Bea wil dan mee verhuizen, natuurlijk. Jullie weten ook wel waarom. Daarom ook nog die even die nachtwandeling dat ik met jullie aan het maken ben. Voor toch nog wat iets te hebben voor mijn vlog. Oh, ik zie dat ze daar televisie aan het kijken zijn. Oh ja, een echte job is nu bezig. Daar kijk ik ook graag naartoe. Als ik nog op tijd thuis ben met wandelen, dan ga ik nog even kijken daar naartoe. Ja. En weet je wat ook het leuke van deze muts is? Deze licht van de muts. Deze wordt opgeladen door USB. Ja, door USB. Hier van achter zit dan de batterij. En dat van de USB-poort. Ik hoop dat het lang gaat meegaan, mijn lampje. Want het is ook weer al iets nieuws in Cycle TV. Dat ik dit eens doe. En ik zal ook wel eens de straat dan ook tonen. Waar ik ook regelmatig zeg van, ja, van die fietsers, voetgangers die daar dan doorwandelen. Hier hebben we de Krokuslaan, passeer ik nu, in Alken. Nog altijd op mijn veiligheid, hè. Vlieuwvestje aan. Voilà, ik ga direct schijnen. Toch leuk. Dan zo een wandeling doen. Ik kan niet verder dan dit filmen. Want mijn gsm hangt aan een kabel. Want die is bijna plat. Mijn powerbank ook. Die ga ik zelfs meenemen naar boven toe. Mijn muts ook. Die gaat dan ook terug in de oplader. Voor op te laden. Voor misschien nog eens een volgende nachtwandeling. Als jullie daar zien zitten. Hè. Ik ga ook nog eens even staan. Dus dan zal ik ook nog even vertellen. Ook een klein beetje over mijn levensloop. Mijn levensloop. Leef ik graag? Ja. Ik geniet van de mooie momenten. De mooie momenten die ik, ja, ook samen heb beleefd met mijn exen. En nu met mijn schat. Met mijn schat leef ik echt ongelooflijk mooie momenten. Ik word ook al meegetrokken ook in familiefeesten en al. Ik ben echt al ingeburgerd in zijn familie. Wat bij de meeste relaties eigenlijk nog niet zo rap is, gebeurt. Maar wel met mijn relatie. Maar maakt niet uit, het klikt goed. Ik voel me goed. Ja, ik voel me echt super goed. En
wil ik daar iets aan veranderen? Nee. Ik ben blij dat ik samen ben met Bea. En daar gaat ook niemand intussen komen. Echt niet. Oeh, felle lichten. Felle lichten die naar hier komen. Ziet, nu maken ze al eerder een bocht. Oei. Ik ga dus buiten de bebouwde kom. Hier is versierd. Wacht, hè. Ik weet niet of jullie het gaan zien met mijn licht. Wacht, ik ga die iets feller zetten. Dat is versierd hier. Oh nee, toch niet. Ik dacht dat dat hier... Ik dacht dat dat hier versierd was. Maar toch niet. Ah, voilà. Kijk. Nu achter mij... Daar... Dat is de Jodijstraat. Daar komen regelmatig ook voetgangers... Fietsers... Rollators... Noem maar op. Noem maar op. En ja, het mag niet. Dus waar de auto nu in rijdt, daar mogen dus geen fietsers, geen bromfietsers komen. Ze mogen ook daar niet voorbij steken, want het is een heel gevaarlijke straat. Ik ben hier nog mooi een nachtwandeling aan het maken. Ik ben al 8 minuten al onderweg. Oeh, een vliegtuig. Jullie zien het niet, jammer. Lol, is het al Halloween? Bijna toch, citaten hier. Is wel mooi. Ik kook er nog wel mooie zaken tegen, zo. S'nachts. Maar ga ik graag wandelen in de natuur tijdens de nacht? Ik denk het niet. Ik denk het helemaal niet. Ik dacht dat ik iemand hoorde. Maar het is niet. Het is ook al redelijk laat. Voilà. Sorry schat, ik heb Nineker een energieboost gekregen voor nog een wandelingsje te doen. Ik zit nu al over de helft. Dus ik doe maar een kleine wandelingsje, ik denk van 1 kilometer of 2. Maar dan heb ik dat ook al gehad. En nee, ik ga geen Pokémon spelen. Dat doe ik niet, nee. Daar heb ik nu eens totaal geen zin in om Pokémon te spelen. Ik dacht dat ik er juist nog een fietser zag. Wat ben ik aan het deilen? Moet even kijken. Nee, toch niet. Geen fietser. Maar wel veel verkeer. Oei, oei, opgepast. Vluchtheuvel. Ik moet ook oppassen als ik geen border raak. En daar vind ik ook weer al zo'n minpunt. Klein beetje hier in Alken. Wacht, hè. Je hebt de Haag. Ik heb maar 2 tegels voetpad. 2 tegels. Dus ik ben eigenlijk verplicht om op het toch een gedeelte op het fietspad te wandelen. Wat eigenlijk niet de bedoeling is. En ook wil ik ook naar mijn kijkers toe ook nog iets zeggen van als je bijvoorbeeld tijdens de nacht gaat wandelen, laat u opvallen. Laat u opvallen echt in het verkeer. Dan heb je het minste risico op een aanrijding. En ook als je op een motto gaat, niet zo. Het is ook donker. Doe een fluofesje aan. Het is een kleine moeite. Je beschermt niet alleen jou, maar ook de bestuurder. Pap heeft hopen dat de bestuurder mee aanrijdt. Wow! Ik heb me al. Dat is zo laat. Dus stel dat de bestuurder mij aanrijdt, ja, die is dan ook toch in shock. Dus die heeft dan, ja, dat zit ook dan op zijn netvlies
gebrand van fuck, ik heb iemand aangereden. Dat wilde ik niet. Dus laat u opvallen in het verkeer. En wat ik ook meer en meer zie in het verkeer, zowel in schoolomgevingen als gewoon dorpskernen of stads of noem maar op, eerder waar een auto mag komen, zie je toch veel bestuurders, jammer genoeg, nog met de handen aan de GSM. Als je wilt bellen, pak dan een hands-free kit. Het is zeer gemakkelijk. Laat uw GSM ook aanstaan. Gooi die in de koffer, maar wel met de Bluetooth aan. En pak bijvoorbeeld als er iemand dan belt, dan klik je gewoon op het oorke en je kunt meeluisteren. Je kunt echt dan meeluisteren. Iedereen denkt van, what the fuck? Die heeft al een muts aan. Ja, ik weet het. Dat is het enige verlichting dat ik heb. Maakt niet uit. Maar ik trek me daar niks van aan. Dus, even terug opkomen op die gsm, smartphone. Waarom zeg ik dat? Gooi je gsm gewoon in de koffer. Bluetooth. En als je wordt opgebeld, klik aan. En je kunt spreken met elkaar. Doe ik ook. Ik spreek via de boxen. Als mijn Bluetooth aanstaat. En als mijn Bluetooth niet aanstaat en daar belt iemand, pak ik niet op. Dan ben ik onbereikbaar. Dan nog iets. Dat ik ook nog veel zie terugkomen. Dat de mensen dan op Facebook zitten. Ook niet goed, hè? Nee. Gewoon van die gsm afblijven. We willen terug in zero tolerantie. Vroeger bestond dat allemaal niet. En waren we zo vaak onbereikbaar. Hoe zalig is dat? Alles. Zo wil ik, nu doe ik dat ook met de wandelen. Maar ik ben wel aan het vloggen. Maar ik laat alles achter. Ik laat Discord achter. Ik laat WhatsApp achter. Ik laat Facebook achter mij. Ik laat mijn zinnen dan op een loop van dat doet deugd. Dat doet echt deugd. En weet je wat nog deugd doet? Ik ben er bijna. What the fuck? Ah, oké. Okay. Ik dacht dat dat een soort politie was die in één keer stopte. Hadden jullie ook een primeur? Ah, die gaat achteruit inrijden. Maar hier zo op de boskras had hij iets reflecterends. En dat hebben de meeste politieagenten ook. Ja. Heb ik iets fout gedaan? Nee. Ik heb totaal niks fout gedaan. Oeh, ik zie daar een kat. Miauw. Blijf mooi zitten. Oh. Oei. Ik kan al bijna beginnen te roken zonder een sigaret. Zo koud is het al aan het worden. Maar ik zit nog altijd met korte blouse te wandelen. Omwille van, dat is zalig. Echt super zalig. Oh. Ik hoorde weer al een deur toe gaan. Ja, waar gaan we het nog over hebben? Oké, over pesten. Ja, over pesten. Ik ben
Ja, ik ben vroeger heel, heel, heel zwaar gepest geweest. Ik wil het terug eens naar boven halen. Van, ik heb er al ooit een vlog van gemaakt. Maar dat mag wel nog eens terugkomen, vind ik. Kleine herhaling, een opfrisser over pesten. Hoe gaan we daar aan beginnen? Dat is eigenlijk allemaal een klein beetje begonnen. Ik ben aan het denken nu in Technicum in Sint-Truiden. Technicum in Sint-Truiden, ja. Was geen goede school voor mij. Als ik, ja. Ik werd altijd opgewacht thuis. Ik werd altijd opgewacht na school. In het park waar ik langs moet gaan. En ook op een dus, en die vroeg daar eens een keer, ja, geld om mij door te laten. Dus ja, ik moest dan ook wel, vroeger was ik zo aan het denken van hoe ga ik dat oplossen. Ik heb het nooit kunnen oplossen. Ik heb mezelf, het gaat echt heel zwaar klinken. Ik heb me echt zelfs in elkaar laten schoppen. Maar toen ja, was het wel te veel geweest en daar heeft wel mijn, hoe moet ik het zeggen, mijn ouders zijn dan wel aan de directeur gegaan en hebben me dan daar uitgeschreven. Want ja, ik werd ook op een gegeven moment ook opgepakt en tegen een garagepoort aangegooid. Ik zie die beelden nu terug voor mij. En waar ik nu aan het bereiken ben, is gewoon machtig. Is gewoon echt machtig. Wat YouTube echt doet voor mij. Maar een hele nieuwe wereld ook open voor mij. Oké, ik heb wel eens regelmatig conflicten op Discord. Maar het lost zich altijd wel op. Ik heb nu ook een fantastische lief. Die is ook beginnen te vloggen. Geweldig gewoon. Maar wat ik heb bereikt met YouTube. Ik heb het nooit verwacht dat het echt zo heftig ging zijn. Het geeft me ook een heel goed gevoel van dat er heel veel mensen ook achter mij staan. Achter mijn beslissingen. Daar ben ik echt jullie echt niet 100 maar 1000 maal dankbaar voor. Ben ik jullie echt 1000% echt dankbaar voor. En dan nog iets. Ik weet niet hoe ik jullie echt een dankjewel kan geven. Want ik doe dit speciaal allemaal voor jou. Voor jullie. Jullie geven mij echt moed om elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw een vlog neer te zetten. En dat is geweldig. Het moet niet altijd vlogs zijn van leuke fragmenten en al. Ik heb nu eens van mijn leven verteld. En dat vind ik gewoon super. Dus ook van mijn lichaam af. Nog een keer, want ik krop dat soms wel op, moet ik wel eerlijk toegeven. Maar ja, YouTube heeft mij echt heel veel kansen. En die kansen heb ik nooit ergens gekregen. Ik wil echt heel veel dingen. Ik hoor wel een vliegtuig. Maar ik zie het niet. Dus... Ik wil ook zo gelijk iets ook terug doen aan de gaming scene. Zo gelijk, ik ben me nu ook al terug aan het opfrissen van de competities. Hoe de competities nu zijn, want die zijn echt na een aantal jaren wel veranderd. Ook qua regels en al. En dat ben ik ook terug aan het leren. Maar mensen, wat vinden jullie van deze praatvlog? Moet er nog zo er meer komen, ja of nee? Want
Ik zeg het u aan één ding, aan ene kant. Het doet mij echt ontzettend deugd om zo'n ding te kunnen doen voor jullie. Maar nu is het echt open lucht. Nu kan ik echt gewoon praten. Echt mee is geven. Ja, dat is echt geweldig. Soms heb ik nog altijd niet het besef van hoeveel kansen dat YouTube mij geeft van ja, bedoel niet YouTube, maar echt de kijkers van allee, kom, je kunt dat of dat of dat doen. En daar ben ik ook wel echt heel blij om. En ook wat ik nooit had verwacht, is nooit in mijn gaming scene gebeurd. Maar nu wel in mijn vlogcarrière, dat er echt fans aan mijn deur staan met verrassingen. Ik heb al zoveel dingen al binnengekregen van Psycho TV. Waar ik denk van, what the fuck. Dit heb ik nooit kunnen werkelijkheid maken met Cyber Legends. Met een gaming team. En wat ik nu doe, is echt mijn leven filmen. Ik heb mijn leven nu opgepakt als een natuurmens. Dus niet meer echt als een gamer. Dan weten jullie dat. Maar mensen, het is nog een half uur vlog geworden. Ik heb toch een hele mooie wandeling nog gemaakt. Ik ben nu wel uitgeput. Ik denk dat ik nu wel heel goed ga slapen. Ja, ik geniet. Allee, vergeet geen blauw duimpje omhoog toe. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet zeker en al niet op het ding-ding te drukken. Op het belletje. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog of een nieuwe video online gaat komen op Psycho TV. Bij deze. En bezoek zeker ook mijn vriendin haar YouTube kanaal. Zeker abonneren. Want daar gaan ook nog veranderingen in komen. Zoals ik zei, is nu bezig met weekvlogs. Dat gaat misschien iets beter zijn dan dagvlogs voor haar. Want ze heeft dat ook uitgelegd in haar vlog. En dat ga ik dus niet in mijn vlog uitleggen bij deze. Dankjewel om weer al een deel uit te maken van mijn leven. En nu ga ik richting mijn autoke. En dan richting Betjenen. Jullie denken nu van, huh? Richting autoke en dan Betjenen? Ja, ik moet nog iets uithalen met mijn autoke. En dan kan ik Betjenen bij deze. Tot morgen! Ciao.